Inzamelingsactie draait dan op volle toeren. Honderden zakken met kleding komen binnen. Alle goederen worden keurig gesorteerd en daarna in een lood opgeslagen. Met succes worden ook weer enkele acties opgezet. De actie bij de supermarkten geniet al grote bekendheid. Onder het motto, koop eens twee artikelen en schenk er één aan het goede doel, halen Mozamo-leden duizenden artikelen binnen. Variërend van een pak suiker tot een pak wasmiddel. Aan het eind van de dag lijkt het clubhuis zelf op een supermarkt. Bonzend in het groot laten zich ook niet onbetuigd. Meneba uit Wormerveer draagt ook een paar kilootjes bij. Zware balen meel voor ziekenhuizen en weeshuizen worden bij de club afgeleverd. Voor het vertrek worden honderden voedselpakketten samengesteld. Deze pakketten gaan grotendeels naar inwoners van twee kleine dorpen in het noorden en midden van Roemenië. Lijst, twee pakken.
De boekeniers uit Zaandam zorgen voor de vrolijke nood tijdens de rommelmarkt. Waar kan je nog voor een piek of een knaak zoveel moois kopen? Alleen bij Mozamo. De opbrengst van de rommelmarkt wordt besteed aan de aanschaf van medische apparatuur. Voorbereiding behoort ook het laden van de wagens. Ongeveer 35 ton moet vakkundig geladen worden. Alle goederen worden eerst van een kleurcode voorzien. Elk ziekenhuis of weeshuis heeft zijn eigen kleurcode. Daarna worden de goederen volgens een schema geladen. Wat het laatst in Roemenië gelost wordt, gaat het eerst de wagens in. Zo vindt bijna 35.000 kilo, waaronder veel babyvoeding, een plek in de auto's. Vooral dankzij de medewerking van vele sponsors is het mogelijk dit transport te realiseren. In totaal 8 combinaties zullen koers zetten naar Roemenië. De organisatie van een transport kost normaal gesproken veel geld. Zonder medewerking van vele bedrijven die gratis wagens beschikbaar stellen, zou het nimmer mogelijk zijn alle verzamelde en gekochte goederen naar Roemenië te brengen. Naast de steun van bedrijven is er de onmisbare inbreng van tientallen Mozamo-leden. Via de Club van 100 en diverse acties brengen zij geld bijeen voor brandstof en de aanschaf van specifieke zaken, zoals medicijnen, verbandstoffen en medische apparatuur. Wanneer de wagens eenmaal geladen zijn, gaan ze bij Milam Nederland de weegbrug op. Dit is altijd een spannend moment, maar alles blijft dik in orde. Ja, dat is goed. De belangrijkste.
Op maandag 28 april, in alle vroegte, voel je de spanning. Tientallen familieleden en vrienden zijn naar het clubgebouw gekomen om het konvooi uit te zwaaien. De reis van bijna 6000 kilometer kan beginnen. De spiegel, Gerard van boven, even. Dat we niet te veel schoppen. Nou jongens, je hoort het alles goed. Hè? Gerard van de Veldhuis nog even. Nou, met Dirk in de rij, dus dan weet je het wel. Hè? Alle wagens kiezen positie. De 27 MC-zenders in de wagens zorgen onderweg voor de interne communicatie. En niet te vergeten de nodige flauwekul. Alle wagens hebben een codenaam. De Polpos rijdt voorop, de Hulk sluit de kolonne en in het midden rijden onder andere de Leopard, Spijker en het Kraaiennest. Na de Nederlandse grens slaat het weer om en de pech toe. Luistert u zelf maar. We zijn net voorbij Keulen. Even voor Keulen. Liep spontaan. Het linker zijwiel van de aanhangwagen eraf. Althans de band. We hebben nu twee nieuwe banden erom laten liggen. We hopen dat we geen problemen meer met die banden krijgen, want het waren nogal lege banden, om zo te zeggen. We gaan nu naar de andere jongens, die zijn bij de volgende rustplaats, als ze er nog zijn. En dan wisselen we van bestuurder, Wijbal Getenk. Dan wisselen we van bestuurder en gaan dan richting Frankfurt. Dus we hebben het nodig aan de snelweg alweer gehad.
gaat lekker hoor. Hij is in orde. Hij is fijn. Hij is fijn. Nou, nou. Een olifant is goed. We zullen hem even. Rijdt hij lekker? Wat? Rijdt hij lekker? Daar ben je. Ik hoor hem al weg, Henk. Wij gaan richting Frankfurt. Enkele uren later sluiten de achterblijvers weer aan. Door de aanwezigheid van twee vrachtwagens moet het konvooi zich aan de rijtijden wet houden. En dus ook aan de rusttijden. Niettemin maakt de kolonne flinke vordering. In een gestaag tempo draaien de kilometers weg. Via Frankfurt en Nuremberg koerst de groep op de grensplaats Passau aan. Whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night the jungle and the moon was cold. So we both decided to make a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a seatbelt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose. Safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Nou, dan ga je dan naar rechts. Kwart over acht 's avonds. De Oostenrijkse grens levert op de heenreis geen enkel probleem op. De Europese Unie is toch nog ergens goed voor. We naderen nu Kobolskiring. De tijd is 9:10 en we hadden gepland 10:00. Ondanks de tegenslag, de klapband van vanmorgen, het verwisselen van de beide banden, van de beide wielen van de aanhanger, zijn we toch nog binnen het schema. Binnen het rijschema binnengekomen. Einde afslag aan links. Wait a
ook wel wie erop zit. Ja, dat is goed hoor. Jan zegt net, we zijn een beetje trots op je. Maar dan ga jij zeggen, dat kennen jullie ook. Ik ben dorp niet bij de binnenschool hoor. Hé, hey. Kom neem dat nou niet op de film. Okay. Kan er nog eentje staan hier, hoor. Heel! Niels kan hier naast je op morgen moet er even achteruit rijden. Hoi! Zo veel makkelijker, jongens. Ja. Oh! In Kobolskirchen is net voldoende parkeergelegenheid. Het eerste traject van meer dan 1000 kilometer ligt achter ons. Iedereen is tevreden en de tegenslag van de eerste uren is spoedig vergeten. In het hotel is iedereen in de stemming voor een dolletje en een korte terugblik. We zijn een bandenspecialist gegaan. We hebben 2 nieuwe banden gekocht. Iets kleiner. En we hebben 13 dozen met kleding eruit gehoord. Maar dat is allemaal nog steeds te zwaar eigenlijk. Wat is het werk niet? Mag je maken, hè? Wat is het? Sorry, mag je het zien? Ja, maar het zak uit is boven dat wij een paar. Dat is een kut! Dat is kut inderdaad, zeg. Kut! Dat is kut! We zijn er weer. We zijn er weer. Zullen we nog weer niet foto's? Alle problemen, jongens, van gisteravond. We dachten. Gisteravond om 5:30 dat er 1 bus minder mee zou gaan. Want Jasper en ik maakten even een vroeg rondje langs de Nauwenaarse Vaart. En we stranden in Wormerveer. Het pionwiel en het kroonwiel van de kadan waren compleet afgebroken. Maar met veel improvisatievermogen van Maarten Zonderbeek wisten we toch alles weer in orde te maken. En gisteravond om 9:45 konden we weer een proefrit maken. Nou, vanmorgen eerst het gehangen met de deur. Daarna vlak voor Keulen hebben we een klapband. Tegen Jasper zitten we op een dagje weer. Maar daarna is ook alles vertreffelijk gegaan. We zijn op een hele goede en een hele schappelijke tijd hier binnen gekomen. Ik had 10 uur afgesproken met de mensen hier. Maar om 9:30 zijn we hier binnen. Ja, dat is een goeiedag heel als vandaag. We willen om 7:00 opstaan. Om 7:30 gaan we ontbijten. Om 8:00 willen we rijden. Krap schema. Want in de tijd moet ook nog eventjes de reserve diesel in de bussen gegoten worden. We hebben de oliepaarden, de slinger van jou erin. En een ander punt is dat er 2 auto's zijn met een kapotte bak. 2 vrachtwagens hebben geen contact met de rest van de groep. De volgende morgen neemt de groep afscheid van Gasthof Meyerhuber en stoomt via Wenen op naar de Hongaarse grens. 11:30 zijn we naar bed gegaan. Vanmorgen een lekker ontbijtje gehad. Lekkere verse bolletjes. En we zijn weer op weg. We zijn in de buurt van, we gaan richting Wenen. Maar dat zie ik wel hoor. Piet hoor, nee. Ziet hem niet. Piet die gaat de andere kant op. Appie. Appie. Hij is jarig. Daar gaan we het zien. Maar net even een beetje buiten hangen, want dan ben ik er zo ver op het werk. Even. Ja, die hulk is er ook weer bij hoor. Zeg nog een paar keer zo. Die hulk is er ook weer bij hoor. Gaat het nog sneller dan bij de pomp, Niels? Na 2 uur rijden volgt een korte pauze. De dieselolie in de reserve jerrycans wordt overgeheveld en een enkeling heeft alweer honger. Hij deed het. Ik wou zeggen, want ik hoor je niet.
Nee, ik denk nu van nou. Oh ja. Nu kan je hem ook niet horen. Ik heb nog wel 36. Ja. Ja. Daar. Oh, daar hoor ik voor. Maar, ongeveer 1 uur komt het konvooi bij de grens aan. Iedereen hoopt op een snelle passage. Snel is een wachttijd van ongeveer 1,5 uur. Het pakt geheel anders uit. Een defecte computer gooit roet in het eten en zorgt voor lange wachttijden en boze chauffeurs. Om 6 uur, na ruim 4,5 uur wachten, komt de kolonne eindelijk weer in beweging richting Boedapest. Bij Gjord. We hebben 4,5 uur bij de grens staan wachten, omdat de computer het niet deed. We zijn hartstikke moe en het is nu 5 over 7. En er is net vanuit Holland naar Hotel Angela gebeld, waar we vannacht moeten overnachten, om te zeggen dat we zo laat waren, maar die hebben daar gezegd van 2 uur hebben, al voor de 2 uur, dan hebben we het barometer voor jullie klaar. Dus dat zijn toch weer goede berichten. We gaan nu richting Boedapest. En dan hopen we dat we een beetje snel bij Hotel Angela zijn.